van de OZB, dan staan we wel op de punt. Waarschijnlijk is het een omissie, maar geen antwoord. Van 2,5 miljoen euro. En daar moet u dat bij zien. Ja, wij zijn ongelooflijk boos en teleurgesteld over de informatievoorziening. Er zijn allerlei hele belangrijke feiten die wij als raadsleden gewoon niet van het college horen. En dat kan niet, dat mag niet. Ze moeten ons gewoon goed informeren. Er zijn brieven die wij niet krijgen, waarin informatie staat waarvan het college aanneemt dat we dat weten. Wij hebben dat nooit ontvangen. Allemaal van dat soort dingen. De begroting, daar moeten allerlei onderbouwingen bij zijn. Die zijn toegezegd, hebben we nooit gekregen. Nou, zo blijf je doorgaan. En we worden op het laatste moment geconfronteerd met allerlei uitspraken door het college, waarvan we gewoon niet op de hoogte zijn. En die hadden we moeten weten. Nou, dat is gewoon onacceptabel. Verantwoordelijke voor de hele begroting ligt natuurlijk bij de wethouder Financiën. En de wethouder Financiën, die faalt op een groot aantal punten. Wat ook heel frappant is, dat gisteravond hadden we geloof ik wel geteld 50 amendementen en moties. Vandaag zijn er nog een behoorlijk aantal aan toegevoegd. Nou, dat geeft aan dat de Raad ontevreden is met deze begroting. Als je zoveel wijzigingen wil aanbrengen, dan is dat gewoon onacceptabel. En dan is dat een motie van wantrouwen richting het college. Al die amendementen en moties dat het college, ik heb dat geloof ik 2 geteld, waar het college zegt van ja, nou oké, daar kunnen we mee leven. Dat vinden we acceptabel. De rest zeggen ze allemaal niet doen, niet doen, niet doen. Nou, ook zo'n houding van het college geeft aan hoeveel verschil er is tussen college en raad. En hoe weinig het college tegemoet komt aan de wensen van de raad. Maar nu is er een motie van afkeuring aangehouden. Is dat niet een beetje vervelend dat dat eigenlijk boven uw hoofd blijft hangen? Ja, natuurlijk vind ik dat vervelend. Ik had liever duidelijkheid erover gehad. Maar ik vind het toch sportief dat ze gezegd hebben, nou, gezien de hele situatie, ook met rondom de stemming van de begroting, voor de begroting, tegen de begroting, dat ze op deze manier gezegd hebben van deze houden we aan en we bezien de ontwikkelingen. Hoe het college met deze dag omgaat, hoe het college met de stemming omgaat van op de begroting. Maar heeft dit gevolgen voor de verhouding binnen het college? Nou ja, het heeft wel gevolgen voor de verhoudingen. Ja, want de coalitiepartner heeft voor het grootste deel 3 van de 4 leden hebben tegen de begroting gestemd. Nou, dat is natuurlijk nogal wat als collegepartij. Nou ja, daar zullen we ons over beraden. Wens u succes. Ja, dank u wel. Krijgt de roe, hij komt, de
Ik heb alles onder controle. Sinterklaas, hartelijk welkom in Almelo. Fijn dat je Sinterklaasje, kom maar binnen met je knecht. Want we zitten allemaal even recht. Misschien heeft u nog even tijd. Voordat u weer naar Spanje rijdt. Sinterklaasje, kom maar even bij ons aan. En laat uw paardje maar buiten staan. En we zingen en we springen en we zijn zo blij. En vooral ook een hele fijne verjaardag. En ik hoop dat u ook een heleboel kindjes verwendt in Almelo. Nou, daar ga ik zeker eens mijn best voor doen. En dan wil ik u als laatste keer natuurlijk ook een handje geven. Hè. Opgevoerd worden door de toneelvereniging TOS, onder leiding van TOS Brummelhuis. En die zullen het begrip van het Sint Maartensfeest uitbeelden. En dat begrip dat houdt in dat je voor elkaar moet zijn, elkaar moet kunnen helpen. Zoals die rijke man die een stuk van zijn kleed gaf aan die bedelaar. En zodoende iemand weer gelukkig maakte. En ik hoop dat jullie, zeker de kinderen, dat voorbeeld zullen volgen om ook anderen te helpen. Natuurlijk, hè. Dat samen delen, dat is belangrijk. Als jij die kant even vasthoudt. Zo, er nog eentje. Ja, kijk. Ja, die kant, of dat hij maar even vasthoudt. Kijk, ja, zo. Mag jij deze even vasthouden? Hier zo, kom jij hier maar even staan. Hier in het midden. Hier, snijden maar doorheen. Zo. Zo, goed zo. Dankjewel. Goed gedaan hoor. Even een applaus voor de kinderen. Die hebben goed geholpen. En honger. Dan moeten jullie samen delen, hè? Dus even bij u gaan staan. En ik heb ook nog wat lekkers. Wil jullie even helpen met brood uitdelen? Ja? Kijk. Scheur maar even een stuk brood in tweeën zo. Wat lekker. En wat is hier voor? Dankjewel. Zo. Dankjewel. Sint Maarten. Hebben jullie ook nog honger of wil je ook een stukje brood? Nou, hartstikke goed. Bedankt hoor. Voor snoep moet je aan de andere kant zijn. Waar? Hier, bij die meneer. Voor snoep moet je aan de andere kant, moet hij hier zijn. Ik heb mandarijntjes. Mag ik ook een mandarijn? Hier, Luna, hier, mandarijntje hier. We hebben een voorstel gedaan om een energiefonds op te richten in Almelo. En dat is bedoeld om dan vanuit het geld gemeentelijke gebouwen te voorzien van bijvoorbeeld zonnepanelen of van isolatiemateriaal. Zodat we in die gemeentelijke gebouwen minder energie gebruiken, waardoor die energierekening lager is. En de bedoeling is dat het geld dan, wat daarmee verdiend wordt, ook voor een deel weer terugstroomt in dat fonds. Zodat jij de volgende projecten meer kunt aanpakken bij andere gebouwen. En dat heeft alleen maar te maken met overheidsgebouwen? Nou, in eerste instantie wel. Of
waar de overheid bij betrokken is. Bijvoorbeeld bij de Sport BV van Almelo en het zwembad, dat soort gebouwen, ook onze sporthallen, scholen. Dus overheid, semi-overheid. Technisch zijn er best wel wat hobbels nog te nemen, maar ik heb ook gevraagd om een aantal dingen te onderzoeken. Daar gaat die motie over, om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. Dus niet dat ik het al helemaal in een blauwdruk klaar heb. Het gaat terug naar het college, of een verzoek aan het college, om dit te gaan onderzoeken. En dan bij de raad terug te komen en te overleggen of dat een goed idee is. En u heeft er ondertussen de meerderheid voor? Ja, ik zit al boven de 20 stemmen van de 35. En we hebben ook een financieringsvoorstel gedaan. En dat is de verkoop van de Innexis aandelen, die Almelo nog heeft. Dat is nog een uitvloeisel van de Essent destijds. Of daarvoor de IJsselcentrale, zullen mensen nog herinneren. Maar ja, die kunnen we verkopen, eventueel aan de provincie. En dan hebben we een financieringsbron voor dat fonds. Ja, nou, dit fonds kan je op zich natuurlijk jaren mee doorgaan, zolang je maar zorgt dat er in dat fonds steeds weer geld terugvloeit. Vanuit de initiatieven die je hebt genomen bij die overheidsgebouwen. Ik ben al ruim 14 jaar hiermee bezig. Begonnen in 2001 en met het project Rembrandt Schildertjes, dus daadwerkelijk begonnen met de kinderen, op 17 mei 2002. En het was de allereerste keer, maar ook de allereerste keer van Rembrandt Fiesta. Want we maken deel uit met het project van Rembrandt Fiesta. En ik vind het ook een hele eer eigenlijk dat ik dat van haar mag overnemen. En ik hoop dat met net zoveel enthousiasme te kunnen doen als zij dat altijd gedaan heeft. Maar u was er eigenlijk al een beetje mee bekend? Ja, ik was als vrijwilliger al werkzaam een paar jaar met het project van Gerda. Dus ik heb al meegedraaid met het schilderen op het veld. Nou ja, maar ik heb toch echt een heel goed gevoel. Want vanaf Rembrandt Fiesta 2015 stond zij er alleen voor. Ik was toen op dat moment met vakantie. En als ik dan zie met hoeveel enthousiasme en veel energie enzovoort zij dit doet. En de ideeën die ze heeft. Ik denk dat het reuze meevalt. Dus ze zeggen altijd wel, ja, je moet een beetje bescheiden zijn. Maar ik weet wel zeker dat zij het net zo goed kan als ik heb gedaan. Oh zeker, en ik heb ook aangegeven dat ik heel graag een adviserende rol nog wil houden. Dus niet fysiek echt bezig zijn, maar je kunt je voorstellen, door al die jaren heb je toch ook eigenlijk wel ervaring van hoe bepaalde dingen moeten en welke dingen je moet mijden enzovoort. Dus ik wil wel heel graag een adviserende rol nog houden en dat is me ook toegezegd. Het project van Gerda. Dus ik heb al meegedraaid met het schilderen op het veld. En ook al bij de exposities zoals we vandaag hebben gezien. En ja, straks krijgen we nog de exposities bij de scholen. Dus daar ben ik ook bij betrokken geweest. En nu doe ik dan de coördinatie inderdaad. Ja. Nou, ik wens u veel succes. Hartelijk bedankt. Ik ga mijn best doen. Schildertjes. Het thema voor de Rembrandt Schildertjes 2015 was mijn hartewens, hoe ziet de wereld eruit als ik een wens mag doen? 51 kinderen deden eraan mee. Zij kwamen samen op het Rembrandtveld in Almelo in 4 witte tenten, waar zij onder leiding van 8 kunstenaars aan het werk gingen. Het is mijn wens geweest dus om een keer afstand te doen van de voorzittershamer hier bij ASV 57. 26 jaar heb ik in het bestuur gezeten, waarvan 19 jaar als voorzitter. Dus dan wordt het toch tijd voor vernieuwing. En ik had het 2 of 3 jaar geleden al aangekondigd, dus dat ik toen zou gaan stoppen. Alleen toen kwam de nieuwbouw toch nog weer ter tafel. Gezegd van oké, dat gaan we afmaken. En begin dit jaar hebben we dus de nieuwe locatie in gebruik genomen. 2 jaar geleden hebben we al dus mijn opvolger Patrick Vollenbroek is die in het bestuur gekomen. En ik heb alle vertrouwen in dat Patrick de club steeds verder zal uitbreiden en in de toekomst. We hadden een commissie gehad, dus er was een bestuurscrisis, voor een nieuw bestuur te creëren. Alles was ingevuld behalve de voorzitter. En
ik zat ook in die commissie, toen werd ik gevraagd, dus ja, wil jij dat dan niet doen? Ik zei, nou, ik wil het voor 9 maanden doen. Ik heb alleen 1 probleem. Ik word straks volgende maand, dat werd een maand later, geopereerd aan mijn knie. En ik weet niet hoe lang dat duurt. Ik ben geopereerd en viel van het een in het ander. En kwam nooit meer aan het werk. Dus, en toen was ASV voor mij een hele prettige hobby. Hier kon ik mijn ei nog kwijt. Hier kon ik iets terug doen voor de gemeenschap. Op tijden wat me paste, dat het ook kon. En nou, dus dat viel toen eigenlijk mooi samen. Dan wil ik eigenlijk bij deze de vergadering sluiten. En jullie allemaal uitnodigen om ze nog een drankje aan de bar. Hoe is het om een zwaargewicht als Gerard Hondenbrink op te volgen? Nou, dat zal een klus zijn die absoluut niet eenvoudig is. Maar het is wel een klus die ontzettend uitdagend is en waar die we ook niet uit de weg gaan. Heb je speciale plannen met de ASV? Nou, we willen eigenlijk met het beleid doorgaan zoals het voor jaren terug ontwikkeld is. Nou, de fundamenten daarvoor, dat is gewoon een goede accommodatie. Nou, de laatste 10 jaar is daar volop in geïnvesteerd. En nou, dat is nou achter de rug. We weten nou hoe we er financieel voor staan, wat we kunnen en wat we niet kunnen. En dan gaan we proberen te investeren in de jeugd. Zodat we de jeugd toch naar de senioren kunnen krijgen. Dat is dus wat hier de laatste jaren dus nooit gebeurd is. Doordat wij beperkt waren in onze jeugdhelft al. Ik denk dat je hier nog wel redelijk vaak te vinden zal zijn. Dat weet ik wel zeker. Ja, maar zo in 1 keer alleen maar thuis blijven, dat zit er nog niet in. In het natuurvriendenhuis Krikkenhaar valt veel te beleven. Op 21 en 22 november aanstaande is daar een winterfair. Op de winterfair daar kun je bekijken wat doet nou het Nivon precies. En dat kunnen de activiteiten zijn die het Nivon onderneemt. Daar kun je ook demonstraties zien van weven, keramiek maken. Maar wij hebben het mooie natuurvriendenhuis Krikkenhaar, waar we de mensen heel graag kennis mee willen laten maken. Daar is een prachtig buitenterrein bij. En op dat buitenterrein, daar staan echt heel verschillende kraampjes waar mensen de meest uiteenlopende dingen kunnen zien. En ook eten? Ja, de inwendige mens wordt zeker niet vergeten. Al is het maar een lekker warm kopje koffie, thee, een drankje, een lekker broodje. Maar er komt ook een meneer met hele lekkere Italiaanse hapjes bijvoorbeeld. Maar er komen ook mensen hun lifestyle producten laten zien. Ook mensen met leuke bijzondere kleding, wat sieraden. Nou, allemaal van dat soort dingen die het leven veraangenamen. Dat natuurvriendenhuis Krikkenhaar heeft ook voor kinderen iets nieuws, iets speciaals. Wat is dat? Het nieuwe wat wij gemaakt hebben is een kabouterbos, om het heel mooi te laten klinken, een kabouterwoud. Dat betekent dat in het mooie terrein om het natuurvriendenhuis heen, daar is een pad uitgezet. Daar staan kleine paaltjes met kabouterkopjes erop. Maar als wij zeker weten dat er kinderen komen die dat pad gaan lopen, staan er ook hele mooie grote kabouters. En dan kunnen de kinderen samen met hun begeleider kunnen ze het pad lopen en dan kunnen ze bij ieder van die kabouters een leuke opdracht doen. En als ze dat dan helemaal gelopen hebben, dan komen ze uit bij een heel gezellig kabouterhuisje waar ze dan nog een mooie plaat kunnen inkleuren, vergezeld van een glaasje ranja. En als dat allemaal goed verloopt, krijgen ze ook nog een kabouterdiploma. Pannenkoeken, pannenkoeken. Babette en ik organiseren een pannenkoekenfeest voor de kinderen uit het asielzoekerscentrum Almelo. Nou, ik wandel op maandagavond vaak met een vriendin, Margreet. Margreet is nu aan het bakken in de keuken. En wij wandelen vaak langs het asielzoekerscentrum. Wij komen daar vaak dezelfde kinderen tegen. En naarmate je wandelt, vaker wandelt, stonden ze ons eigenlijk al op te wachten.
En we hadden leuke gesprekken met ze. En op een gegeven moment vroeg ik van... Wat hebben jullie al gegeten? Want het was een beetje vroeg. En ze hadden gegeten. Ze hadden pasta gegeten die avond. Maar ze vertelden ook dat ze erg van pannenkoeken hielden. Nou, ik kwam thuis en ik zat met dat hele pannenkoekenverhaal in mijn hoofd. En toen zei ik tegen mijn man en dochter, ik moet hier iets mee gaan doen. Ik heb toen gelijk gebeld met het asielzoekerscentrum en mijn plan voorgelegd. En ik kreeg meteen de juiste man aan de telefoon en hij vond het een erg leuk initiatief. Ja, ik was daar eigenlijk al een hele tijd in mijn hoofd mee bezig om iets te gaan doen. Iedereen zag natuurlijk het nieuws en die vreselijke beelden en de negativiteit in het nieuws en van sommige Nederlanders. En ik vond het belangrijk om te laten zien dat wij ook wat willen doen voor mensen die zoiets vreselijks meemaken. We zijn vandaag met z'n achten. Ja, er zijn een aantal aan het bakken, een aantal aan het versieren. We hebben onze dochters meegenomen, die zijn aan het versieren, die leggen kleurspullen neer. En die waren allebei heel erg enthousiast. Die hebben van tevoren ook geholpen met posters maken, om de kinderen uit te nodigen. We hebben allemaal leuke spulletjes gekocht, gekregen. Er zijn heel veel mensen die mee hebben gedacht. We hebben alleen maar een klein appje. En in onze vriendenkringen, geweldig, het meel werd gebracht, de melk, we kregen prachtige posters, we hebben geld gekregen, ballonnen, van alles, super.